Welkom bij Spellenzold, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op de nieuwe reinforcements voor het spel Claim, uitgegeven door White Goblin Games. Het is een spel voor twee personen waar je na 15 minuutjes mee bezig bent. En het is een slagenspel waarbij je probeert om zoveel mogelijk facties voor je te winnen. Want degene die uit de vijf facties die in elk potje Claim met elkaar strijden, de meeste facties aan zijn of haar zijde heeft weten te krijgen, wordt de winnaar. Dus deze geven ons weer vijf facties gerelateerd aan de zee, vijf facties die iets met de lucht hebben en vijf zonnige facties waar allerlei leuke elementen in zitten. Ik ga ze niet allemaal langs, maar ik zal jullie meenemen door een paar elementen wat deze facties precies toevoegen. Maar laten we eerst maar eens een blik werpen wat er in de doosje zit. Met deze uitbreidingen zijn we van de hand van Scott Alms, de maker van het basisspel. En wij krijgen de spelregels in het Nederlands, die aan de voorkant ons de basisregels nog een keer uitleggen, voor het geval je het niet kent. En aan de achterkant staan de verschillende facties uitgelegd en wat voor speciale eigenschappen zij toevoegen. Verder krijgen we daarbij ook nog een referentiekaartje, zowel in het Nederlands als in het Engels, met de verschillende facties nog een keer uitgediept. En verder krijgen we natuurlijk de kaarten met het fantastische artwork wat we gewend zijn van Claim, als je er tenminste van houdt. En natuurlijk in de vijf facties en soms, zoals in deze variant, zitten er nog weer extra kaarten bij, zoals de tridents die bij de vismensen horen. Datzelfde geldt voor Sky. Zelfde basisopzet, dus aan de voorkant heb je gewoon de regels zoals het spel gespeeld wordt, met aan de achterkant uitleg van de verschillende facties, reference kaart en de diverse facties op de kaarten weergegeven. En voor de Sunset hetzelfde. Dus dat hebben ze lekker consistent gedaan en daar hou ik altijd wel van. Regels, mocht je ze nog eventjes na willen lezen. Eigenschappen van de verschillende karakters. Je ziet dat hier alweer wat meer tekst op staat, wat meer gekkigheid. Kleine reference kaartjes en natuurlijk de diverse facties waar wij de strijd mee aangaan. Dat is wat we krijgen. Laten we een blik werpen op een aantal van deze nieuwe facties. Gewoon om een beetje een gevoel te krijgen van wat de verschillende reinforcements te bieden hebben. Allereerst wil ik met jullie kijken naar de reinforcements Sun. En dan begin ik met de ster en de zonmonniken. Want die twee facties die zul je altijd samen in het spel moeten doen, want zij werken met elkaar. Het is namelijk zo dat als je een ster ofwel een zonmonnik speelt, normaal gesproken ben je verplicht om kleur te bekennen. Oftewel, als er een bepaalde factie gevraagd wordt, moet je kaarten uit die factie spelen. Echter, bij de ster- en zonmonniken werkt dat net even anders. Want wanneer er een zon- of stermonnik gespeeld wordt, moet die gevolgd worden door een monnik van de andere zijde. Dus als ik een ster speel, zal mijn tegenstander een zonmonnik moeten spelen. En vice versa, wordt er een zonmonnik gespeeld, zal ik die moeten counteren met een stermonnik. Als ik tenminste kans wil maken op de overwinning. Want alleen op die manier wint het hoogste getal. Dus in dit geval is de 4 de hoogste, dus die wint. Mocht het nou zo zijn dat een zonmonnik gevolgd wordt door nog een zonmonnik, of vice versa, een maan of een ster gevolgd door een andere ster, dan wordt dat gezien als het niet volgen van de factie. En dat betekent dat je automatisch verloren hebt. Want als ik met ster uitkom en jij speelt er een ster bij, normaal gesproken is dat goed en gaan we kijken naar de hoogste waarde. Maar bij deze twee monniken is dat fout. En dan volg je dus niet de regels en verlies je, ondanks dat jouw 9 hoger zou zijn dan de 4. Dus dat is een grappig element. Dan een andere factie, de profeten. De profeten werken op een bijzondere manier. In de eerste fase werken ze gewoon als een gebruikelijke factie, maar vanaf fase 2 gaan ze kijken naar de gezamenlijke scorestapels van de twee spelers en het aantal runen wat zich daarin bevindt. Als er namelijk minstens 3 runes in de scorestapels van de spelers zijn, dan wint automatisch de hoogste kaart, de hoogste profeet. Maar als dat minder is, dan wint de profeet met de laagste waarde. En die runes die staan afgebeeld op de sterprofeten. Deze symbolen. Dus als je deze speelt, zul je altijd deze ook moeten toevoegen. Als je tenminste de eigenschap wil gebruiken en het leuk en interessant maken. Maar deze runes die kunnen dus in je scorestapel terechtkomen. Zijn het er 3 of meer, dan is het gewoon de hoogste kaart van de factie wint. Zijn het er minder dan 3, dan wint de laagste.
En de laatste die ik uit deze reeks nog even met jullie wil bekijken zijn de schorpioenen. Als je in fase 2 een schorpioen aan je scorestapel toevoegt, dan moet je een stekelkaart pakken. En dat zijn deze kaarten. En uiteraard liggen die gesloten. En die kaarten kunnen je een penalty geven of een bonus. En die is van toepassing op je volgende slag. Dus als ik bijvoorbeeld deze slag win, dan krijg ik een stekelkaart. En die kaart is van kracht op mijn volgend gespeelde kaart. Dus deze profeet heeft in plaats van een waarde van 3, op dit moment een waarde van 1. En dat betekent dat hij makkelijker wint als er weinig runes zijn, of makkelijker verliest als er veel runes zijn. Dus dat is een beetje wat de zon toevoegt. Dan gaan we eens kijken naar de sky. Allereerst wil ik een blik werpen op de engelen. In de basis is dat gewoon een factie die op de normale wijze werkt. Die doet niks tijdens het spel. Maar als je aan het einde van het spel in jouw scorestapel geen kaarten hebt die dezelfde waarde hebben als een engel, dan telt die engel als 2 kaarten voor je factiemeerderheid. Dus dat is een grappig mechanisme wat hoofdrekenen vereist tijdens het spel. Maar daarmee kun je soms met minder kaarten toch meer aandeel krijgen in een factie zoals de engel. Een andere die ik grappig vind zijn de pterosauriërs. De pterosauriërs zijn dinosauriërs, vliegende dino's. En aan het einde van het spel, in de basis werken ze gewoon op een normale manier, maar aan het einde van het spel, als je gaat scoren, elke pterosauriër met een waarde van 7 of hoger sterft uit. Dus die kun je niet meer gebruiken om de meerderheid van jouw, in dit geval pterosaurier, factie te tellen. Dus dat is ook wel weer een grappige om rekening mee te houden. Dan hebben we de bliksemelementen. Die mag je vanaf fase 2 gaan gebruiken als ze zich in jouw scorestapel bevinden. En dan mag je ze uit je scorestapel verwijderen. Zoveel als je zou willen. En voor elke bliksemelement die je uit je scorestapel verwijdert, verhoog je de waarde van jouw gespeelde kaart met 1. Dus daarmee kun je de getallen die je hebt gespeeld manipuleren. En de laatste waar ik nog even een korte blik op wil werpen zijn de Vulturekin. Dat zijn deze schattige figuren. Ik moet een beetje denken aan de gieren uit de Disney Robin Hood. De oude tekenfilm, leuk gedaan. Aan het einde van het spel weer hebben deze een eigenschap. Als jij de meerderheid hebt in deze factie, dus die zul je altijd als eerste gaan berekenen, dan schud je de aflegstapel van fase 1 en pak je daaruit willekeurig gedekt 2 kaarten om toe te voegen aan jouw eigen trekstapel. En dat kan soms net het verschil maken. Niet iedereen zal deze even leuk vinden omdat het een stukje willekeur gaat toevoegen, maar het is wel weer een grappig concept om voor te strijden. Dus dat is een beetje het idee van de sky. En dan tot slot hebben we natuurlijk de sea. In de zee hebben wij onder andere de koninklijke marine en de piraten. De koninklijke marine en de piraten werken in de basis op dezelfde manier als alle andere facties. Dus je moet de kleur bekennen en de hoogste van die factie wint. Maar wederom, aan het einde van het spel wordt er gekeken of jij toevallig een piraat en een koninklijke marinekaart van dezelfde factie of van dezelfde waarde hebt. Want in dat geval wordt de piraat gevangen genomen door de koninklijke marine en telt die mee als een punt voor jouw meerderheid in de koninklijke marine. En dus niet meer als een piraat om de meerderheid in de factie van de piraten te scoren. Dus dat is ook nog een grappig mechanisme waar je mee kan spelen. Dus als je in je scorestapel een setje hebt van een piraat en een koninklijke marinekaart met dezelfde waarde, dan heb je eigenlijk 2 koninklijke marinekaarten en 0 piratenkaarten. Dus ook weer iets om ze rekening mee te houden terwijl je aan het strijden bent. Verder hebben wij de gekke vismensen. Kunnen ze natuurlijk ook niks aan doen. De vismensen volgen dezelfde regels, maar als je een slag verliest en je hebt een vismens gespeeld, dan krijg je daarvoor een drietand. En er is een beperkte voorraad aan drietanden. Is de voorraad leeg, dan pak je een drietandkaart van je tegenstander. En deze leg je open voor je neer. En de waarde van alle vismenskaarten die je hebt wordt verhoogd door het aantal drietandkaarten wat je hebt. Dus als ik deze 3 kaarten zou hebben en ik speel deze vismens, dan is mijn vismens 5 plus 3 kaarten een kracht van 8. En dan zou ik dus winnen van deze 6. Dus dat is wat de vismensen doen. En het laatste waar we nog eventjes naar kijken is het zeemonster. Of de zeemonsters moet ik zeggen.
Als in fase 1 een zeemonster wordt onthuld, dan moeten beide spelers één kaart uit hun hand pakken en die ruilen met je tegenstander. Dat doe je gedekt, dus je ziet pas wat je krijgt op het moment dat je hem oppakt. Dus daarmee kun je van vervelende kaarten afkomen, maar je krijgt ze waarschijnlijk net zo hard weer terug. Dus dat is wat de zeemonsters doen. En zo heb je dus per reinforcement 5 nieuwe facties met nieuwe eigenschappen om toe te voegen aan je basisspelletje Claim. En dan komen we bij de vraag, is het de moeite waard om deze 3 reinforcements toe te voegen aan jouw spelletje Claim? Ben je een liefhebber van Claim, dan geef je dit gewoon meer variatiemogelijkheden, meer toffe mechanismes om toe te voegen aan het spel. Vanuit die optiek zeker. Mijn persoonlijke voorkeur, ik vind ze allemaal fantastisch. Ik moet zeggen, ik vind de Sun en de Sea het sterkst van de 3. En dat komt een beetje door dat in de Sky, naar mijn mening, wat meer willekeur en manipulatie zit, waar je soms wat minder invloed op hebt. Niet vervelend, dat absoluut niet. Alleen, wat ik al zei, met de Vulturekin, dat je dus 2 extra kaarten aan het einde van het spel erbij krijgt. Ja, dat kan soms net hetgeen zijn wat je nodig hebt om de overwinning te pakken of niet. En dan denk ik van ja, daar speel ik niet het tactische spelletje voor. Is wel grappig, iets om rekening mee te houden, maar niet mijn voorkeur. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de Angels. Die vergen best wel een stukje memory. De bliksem die je dan weer af kan leggen, waardoor je een factie minder aandeel hebt, maar misschien die slag weer wel wint. En die manipuleren heel erg. Als je daarvan houdt, is dit absoluut een hele grappige manier om het spel weer even op een andere manier uitdagend te maken. Maar voor mij persoonlijk zijn de Sea en de Sun wat aantrekkelijker. Deze omdat ik de strijd van de 2 soorten monniken leuk vind en de profeten die dan weer gebruik maken van de runes van een van die monniken. En dan ook weer een keer de schorpioenen die de kaarten manipuleren. Daar zit heel veel dingen die in elkaar grijpen. Dat vond ik erg tof aan deze. En bij de Sea vind ik het leuk dat je de piraten en de marine tegenover elkaar hebt. En daar kun je soms je marinefactie sterker mee maken. Omdat je toch al denkt, nou die piraten gaat het niet worden. Aan de andere kant dunt het de hoeveelheid piraten uit. En dat kan ook een leuk mechanisme zijn. Ik vind de zeemonsters grappig, het uitwisselen van kaarten. Waardoor je tijdens het spel toch weer misschien een andere kaart krijgt. En je tactiek moet kan aanpassen. En zo zitten hier nog een paar dingen in, zoals de vismensen en ik vergeet altijd die laatste, die octopussen, die ik best wel die een leuke mix toevoegen aan het basisspel. Maar als je liefhebber bent van Claim en je hebt het basisspel al talloze keren gespeeld, dan is het hartstikke gaaf om zo'n boxje toe te voegen om je spel weer nieuw leven in te blazen. Nieuwe uitdagingen te krijgen en op een nieuwe manier proberen om de slagen naar je toe te krijgen en de meerderheid te winnen in minstens 3 van de 5 facties waarmee je speelt. Het basismechanisme blijft hetzelfde, dus het zijn geen facties die heel complex zijn om toe te voegen. Wat ik al liet zien, enkel en alleen in de zee en in de zon komen er extra kaartjes bij die je gebruikt om bepaalde eigenschappen weer te geven. En zelfs die zijn totaal niet complex. Dus het blijft het heerlijke, soepele slagenspelletje wat Claim in mijn ogen zo geweldig maakt. En het is om die reden dat ik alle 3 deze uitbreidingen kan aanraden. Ik heb er heel veel plezier mee. Ik blijf Claim een heerlijk slagenspelletje vinden met heel veel creativiteit erin. En van daaruit krijgen ze van mij ook gewoon een 8. Spellen zolder.